ben gewoon 8 maanden lang niet naar een wedstrijd geweest. Omdat ik ene signalen kreeg dat het onveilig was. Maar me ook gewoon niet prettig voelde om daar op dat moment te zijn. Ik ben wel eens in elkaar getrapt. En je bent gewoon bang dat het weer gebeurt. En dat je soms helemaal gestrest en geflipt thuis komt. Met het idee van, ik moet het gewoon niet doen. Want als ik het zeg, trillende handen echt. Ik weet hoe het is om buitengesloten te worden op basis van wie je bent. Dus ik kan wel zeggen dat ik een trauma heb opgelopen van alleen al het seksisme waar ik mee te maken heb gehad binnen het voetbal. Of we ons verhaal nou beginnen op de pleintjes, waar de pionier van het straatvoetbal jonge meiden inspireert. Of in de Kuip, waar een Feyenoord-fan zich inzet voor de LHBTI+ supporters van zijn club. Of in de grote stadions, waar een cameravrouw in transitie veiligheid zoekt tussen de supporters. Het zijn stuk voor stuk voorvechters van een nieuwe voetbalwereld. Een voetbalwereld waar iedereen zich thuis voelt. Vanuit hun liefde voor het spel maken 11 individuen het verschil. Dit is ESPN Bondgenoten. Ik ben Rocky Heyakaya, ik ben de director van de stichting Favela Street. Die heb ik opgezet in 2014 en ik ben een straatvoetbalster. Ik ben Paul van Dorst, 34 jaar, woonachtig in Rotterdam. En ik ben voorzitter van de Roze Kameraden. Mijn naam is Jeske Hunsen. Ik ben inmiddels ook 23 jaar cameravrouw. Ik heb alle Champions League wedstrijden, Nederlands elftal wedstrijden, heb ik mogen meemaken. En dat is wat ik doe. Veel bij sport zijn. Met Favela Street creëren we een nieuwe generatie rolmodellen met de kracht van straatvoetbal. En we werken met jongeren die te maken hebben met sociale uitsluiting. En eigenlijk te vaak hebben gehoord dat ze niet mee mogen doen. Dat heeft heel veel impact op hun zelfvertrouwen, op hun zelfbeeld. En dat proberen we positief te beïnvloeden. En dat begint met voetbal. Doelpunten mensen, doelpunten. Ja, de bal bracht voor mij vooral heel veel plezier. En dat is eigenlijk wat voor mij nog steeds het belangrijkste is binnen die sport. Het samenbrengen van mensen. Leuk. Ik ben ooit als klein jongetje door mijn oom meegenomen naar de Kuip. Toen ik denk een jaar of 11 of 12 was. En sindsdien eigenlijk verkocht aan Feyenoord. Dus aan de ene kant is het een soort uit dat klep. Maar het is ook het vertrouwde stekkie waar je altijd weer naartoe komt. Waar je, weet je, de zekerheid die je een klein beetje hebt in de week. Maar het is ook gewoon een deel, die liefde die je eigenlijk hebt, die je niet onder woorden kan brengen. Mijn coming out heb ik dus heel bewust gedaan nadat ik niet meer voetbalde. Omdat ik gewoon bang was voor de reacties van mijn teamgenoten. En het me gewoon niet een veilige omgeving leek om mezelf te kunnen zijn. De opmerkingen in de kleedkamers over homoseksualiteit, die was eigenlijk schering en inslag. Sinds niet al te lange tijd ben ik in transitie van kamerman naar kamervrouw. Letterlijk van man naar vrouw. Ik kom uit een boerendorp en als jongen je voordoen als vrouw of meisje toen, ja, dat gaat niet. Dus ik ging me tegenoverstellen, dat ging ik eigenlijk doen. Dus ik ging proberen de populaire jongen uit te hangen, terwijl het helemaal niet lukte om erbij te horen. Dat was het verhaal, erbij horen, proberen aan te haken. En dat ging moeizaam, echt heel moeizaam, ja. Ik weet hoe het is om buitengesloten te worden op basis van wie je bent. Ik ben een vrouw die voetbalt, ik ben lesbisch en ik ben ook nog een vrouw met een kleurtje. Dus ik kan wel zeggen dat ik een trauma heb opgelopen van alleen al het seksisme waar ik mee te maken heb gehad binnen het voetbal. Ja. Er werd tegen mij gezegd, hey man, wijf, ben je nou een jongen of een meisje? En ik heb dat zelfbeeld heel lang met mezelf meegedragen. 1, 2, 3. De straat is je huiskamer. Maar het was ook de plek waar ik voelde van, hey, ik ben dan misschien wel anders, maar ik gaf je wel een panna. Dus ik kon voetballen. Dus ik voelde van, hey, wacht even, het geeft me ook status. En dat, ik ben iemand. Ik kan, dit is mijn podium. De Roze Kameraden zijn een LHBTI sportsvereniging van Feyenoord. En waar we voor staan is eigenlijk het verbeteren van inclusiviteit binnen de club. Want dat is in onze ogen nog niet voldoende. Dat kan nog een heel stuk beter. Gelet op de agressiviteit in het voetbal, intimidatie in het voetbal. Die homofobe spreekwoorden die dus zelfs nu bij het Nederlands elftal te horen zijn, weet je. Het gaat wel over mijn geaardheid. Nooit wordt een keertje gekeken van oké, we gaan het nou gewoon de kiem insmoren, het moet nou gewoon een keertje klaar zijn. Als er ergens een plek is van geen woorden maar daden, is het in Rotterdam. Dus dan dacht ik, oké, er is echt veel werk aan de winkel in de voetballerij, we moeten dit gewoon gaan doen. Ik vind het super belangrijk om me in te zetten voor het meidenvoetbal, omdat het nog steeds niet de norm is. Ook op plekken zoals deze is het voor meiden nog niet heel toegankelijk om te komen voetballen. Dus is het gewoon ontzettend belangrijk dat we die ruimte creëren en ervoor zorgen dat meiden zich ook comfortabel en veilig voelen in de openbare ruimte en kunnen sporten. Een van de dingen die we doen om meidenvoetbal toegankelijker te maken is het organiseren van straatvoetbaltoernooien.
Ik vond het heel tof om een toernooi neer te zetten waar meiden eigenlijk letterlijk de openbare ruimte bezetten en laten zien, hé, hey, wij zijn hier en wij kunnen voetballen. Qua opkomst, doe je dat wel met vier of doe je het met vijf doen? Vier. Ik kwam in een omgeving waar als kamerman, ja, je moet dat zien als een soort van, dat zijn cowboys, het zijn stoere jongens achter de camera. En die stoere jongen, dat kan geen in één keer een vrouw zijn. Je bent gewoon bang dat mensen iets van jou moeten vinden. Nou, in de stadion vindt men al gauw wat van iemand. Weet je, je doet er alles aan om maar niet op te vallen. Zoals hier zijn we in het stadion. En ja, dat heb ik zo bepaald dat ik altijd op die plek stond waar ik zo min mogelijk tussen publiek hoef te staan. Om maar niet dingen uit te lokken of noem maar. Ik was altijd bang dat ik volledig klein gemaakt zou worden. Op wat voor manier dan ook. Niet eens zozeer verbaal, maar ook wel degelijk lichamelijk. En dat heeft me altijd weerhouden om te zeggen wie ik ben. Ik ben wel eens in elkaar getrapt. En je bent gewoon bang dat het weer gebeurt. En dat je soms helemaal gestrest en geflipt thuis komt. Met het idee van, nou, ik moet het gewoon niet doen. Want als ik het zeg, echt trillende handen, echt. De downside die ik heb meegemaakt met de Roze Kameraden is wel echt de heftigheid van de reacties die we op ons af hebben gekregen. Er zijn regenboogvlaggen in de fik gestoken naar aanleiding van onze oprichting. Er zijn spandoeken gemaakt waarbij ze ons allemaal doodwensen. Brandstichting, noem het maar op, zeg maar. Je wordt gewoon beroofd in je vrijheid, want je kan gewoon niet meer heel vrij over straat. En je kijkt eigenlijk altijd wel over je schouder of om te kijken wie er achter je loopt of zo. Juist gelet op de heftigheid van de reacties is het blijkbaar nodig. En als wij het niet doen, wie gaat het dan doen? Ja, een sterke ruststrijd, laat ik me daar maar aan vasthouden. Roze Kameraden, ooit opgericht om te zorgen voor een betere inclusiviteit binnen het voetbal. Om te zorgen dat iedereen zich veilig gaat voelen in het stadion, rondom het voetbal. En dat iedereen mag zijn wie hij wil zijn bij het stadionbezoek en bij de club. Wij zijn sterker door strijd. Be proud, mensen! Mijn droom voor de sportwereld, zeker in deze huidige voetbalcultuur, is een droom die iedereen denk ik wel heeft. Dat het afgelopen moet zijn met het racisme, met de meningen die worden geuit in het stadion over mensen. En ik hoop echt dat ik nog zelfverzekerder mag zijn om me wat vaker zelf daar op het veld neer te zetten. In plaats van ergens hoog in de tribune. Ja. Met Vervelle Street willen we gewoon zoveel mogelijk jongeren kunnen bereiken. Dat ze voelen, hey, ik ben iemand en ik kan iets. En in het bijzonder natuurlijk meisjes. Een van de eerste doelen die ik had, was omdat ik het heel mooi zou vinden dat de club binnen een jaar na onze oprichting de regenboogvlag zou gaan hangen. Nou, dat is volgens mij gelukt. Dus de volgende doelen die we hebben is van hoe gaan we die veiligheid monitoren en hoe gaan we ervoor zorgen dat het echt een stuk beter wordt. Maar dan hoop ik wel dat we dus dermate een veilig klimaat hebben kunnen ontwikkelen. Dat we echt wel kunnen aantonen naar de buitenwereld van, hey, weet je wel, hier ben je echt wel helemaal oké. En het maakt niet uit wie je bent. Wat ik gewoon het belangrijkste vind, is dat jongeren op een veilige manier kunnen opgroeien. En dat we kunnen laten zien dat op welke plek je ook geboren bent, hoe je er ook uitziet, wat voor gender je ook bent, dat je iets te bieden hebt in deze wereld.